Sta ik niet zo een woordje verlegen, maar ja, als ik eerlijk ben, ik ben een beetje smaakloos. Ik vind het werkelijk sensationeel wat ik gezien heb. Ik ben vorige week met mijn zoontje in dezezelfde bioscoop naar Mission Impossible geweest. Daar is net om je naar Ernst Bobby en de rest te kijken. Je werd echt opgeslokt en het was echt alsof je zijn pijn, zeg maar, voelde. Dat is heel gaaf, ja. Je ziet tv die beelden, maar dat is niet, dan is het niet zo realistisch als wat je nu gezien hebt. En hoe het verhaal nou echt geëindigd is, of hij wel dan niet gedisfunctioneerd is, ja, weet je, dat maakt niet uit. Dat maakt voor het verhaal geen hol uit. En wij hebben genoten van Tom, Tom heeft genoten van ons. En ik denk dat we een heel mooi document hebben gemaakt uiteindelijk van al het beeld. En ik hoop dat het een mooi verhaal is geworden. Er is niemand die dit zo goed kan als Tom, zo'n verhaal vertellen. En ik denk dat het Dakar van binnenuit nooit beter verteld kan worden dan wat Tom gedaan heeft. Ik vond het echt een fantastische film. Ik vond het gewoon mooi dat zeg maar alle dramamomenten. En ja, het is eigenlijk een aaneenschakeling van ellende en beproevingen. En ik vond het fantastisch om te zien. Echt heel mooi. Ja. Ik heb twee nachtjes in Woestijn geslapen. Dus daar weet ik een heel klein beetje hoe hij zich gevoeld moet hebben als je daar de hele rally met rotsen en dan ook nog sporten overdag. Ik moest een beetje huilen af en toe. Zo mooi wat hij heeft meegemaakt en zo trots om te zien hoe hij toch heeft doorgezet. Ik heb natuurlijk allemaal meegemaakt, ook vanuit bivak en dat was echt zenuwslopend. Maar als je dan dit resultaat ziet en de opkomst en deze relaties allemaal, ja, dan kan ik niet anders zeggen, ja, 1-0. Wie heeft dit? Wie kan zeggen later, joh, kijk, we gaan even die Dakar terugkijken. Dus als ik dan zie dat ze deze docu hebben gemaakt, vind ik het toch wel heel vet.